dagrollende roofdieren. Toen ik dit filmde, was tweede kerstdag. En je raadt het nooit. Ik was op weg om een kerstcadeau te kopen. Een kerstcadeau voor mijn eigen. Ik rolde naar de cadeauwinkel op een verjaardagscadeau dat ik mijn eigen eerder had gegeven. De Powerslide Next Core Black 80. Superwijze skates, maar niet ideaal om te pendelen. Want het duurt redelijk lang om ze aan en uit te krijgen. Dat is miserie als uw trein op punt staat om te vertrekken. Aha, we zijn er. De Sliding Tiger. Dat is kijk een keer hier, zie. Mijn kerstcadeau. De Doop Yellow Sunrise 100. Ik bespaar u het heel gedoe van mijn next skates uittrekken, mijn schoenen aandoen en de Doops dichtgespen. We gaan gewoon vertrekken en die dingen uittesten. Het concept van die Doops is dus, je stapt er met je schoenen in. In de winkel had ik die skates aangepast aan mijn schoenmaat. Alleen het frame moest ik thuis nog wat verschuiven, het stond nog iets te ver naar achteren. Maar dan nog, die Doops zijn dope. Overstapjes, geen probleem. We gaan hem een keer testen zodat die dingen doen op kassei hoor. Ah, wat ja, ça va, precies. Tjoe, ik was er bijna. Maar toch, geslaagd. Thank you.
Met die dingen graag je dus overal. Hè. Zelfs in historische centra die niet voorzien zijn op inline skaters. Oeps, foutje. Bijna uitgegleden over een dwaze klinknagel. Dat lag niet aan de doeps, maar aan mijn eigen. Even de spaghetti van tramspoor trotseren. Hier zie je trouwens het Graafkasteel. Schoon, hè? Lukt dat een achteruit? Bajage. Wat dat onmiddellijk opvalt aan die doeps, ze zijn lomp en breed. Moet je voet dus wat verder uit elkaar zetten. Ze zitten ook niet zo comfortabel als een echte skate. Ik had aan één scheenbeeld zelfs een beetje pijn. Fuck dat. Dat zijn geen skates om marathons mee te doen, hoor. Dat zijn ideale skates om korte afstanden mee te pendelen. Ik ben er echt vrij content van. Bedankt voor het kijken. Doe je eigen een plezier en abonneer je. Yo, salutjes.